Heb je misschien wat zout voor mij? Vandaag zitten Robin en ik opgesloten in een restaurant. Ja. Robin, het is tijd om je cakeje op te eten en om de escape room te starten, denk ik. Oké. Nee, jongens, het is weer wat we vaker doen, een escape room, maar dan nu in een restaurant. Ik denk dat we het leukst gaan kunnen beginnen. De map is gemaakt door CoolDog05. Ik hoop niet dat... Waarom zit je ineens daar? Mijn bord was daarop. Je ligt Oh, nee, snap ik. Ik denk we worden geteleporteerd, maar look around for a clue. Nou, de escape room, Robin. De escape room is al lang begonnen. Aha, ga ik verder met eten. Godzomer, deze. Laten we voor de clue zoeken, jongens. Hey, wat is de clue? Lime carpet. Ah, dan kan je die... Something changed. Wat is er veranderd? Deze Robin, bloemen zijn weg. Robin, wacht even. Oh, rustig aan. Oké, we zitten ineens in een cool cel. Goed. Nee, we zijn in een cool cel terechtgekomen. En het doel is natuurlijk dat we uiteindelijk uit dit heel restaurant kunnen ontsnappen. En we gaan waarschijnlijk van kamer naar kamer naar kamer naar... naar wat, Robin? Naar kamer. Waarschijnlijk naar de kamer, hè? Oké, maar we zijn nu in een soort koeling. Ik zie hier een polished blackstone button en die kan geplaatst worden op een gold ore. Lever. Kijk, top. Ja, opent gewoon even de deur naar de... Oh my days. Oh my days. Het is mega groot hier, Robin. Ja, dat is de bedoeling. Oh, wat is het groot hier. Oké, laten we even bij kamer even checken wat er is. We zijn hier in de keuken. Wat staat er? All employees, please fill sink with water if empty. Dus als de sink, dat is... Ik sta in creative. Ik heb dit gesloopt. Jij ongelofelijke... Oké, we hebben het opgelost. Knop. Maar we moeten de sinks vullen met water. Dat is sowieso het eerste. En ik heb een button. En die kan ik op een gold ore plaatsen. Maar ja, waar ga ik hier... Oh. Wat is dit? Nou, dat is de code. Safe keypad. Code. Oh, maar deze, je moet een code... Oh, wat lijp. Oh, we moeten een code krijgen van de kluis. Aha. Aha. Oké, kan de deur ook weer dicht? Nee, hier. Soep. Boek en quill. Soep recipes. Sponsored bij de All New Soup Synthesizer. Dus ze moeten een soep recipe maken. 2 tot 3 ingrediënten van de soep. Will yield the best soup. Oh, dus 2 tot 3 ingrediënten creëer je de beste soep mee. Oh ja. Ga jij maar even het recept uitzoeken. Oh ja, nee, dat doe ik. Ik ga gold ore zoeken. Allemaal knopjes hier op tafel, maar ik denk niet dat dat iets is. Hier, ik heb een axe gevonden. Daarmee kan ik jungle planks kan ik hakken. Dit is allemaal op slot, al deze kisten. Laten we eens gewoon allemaal dingen zoeken. Max? Ja? Ik heb het recept doorgelezen. Ja? En ik snap er niks van. Wat is het recept? Ja, dat is dus de hele... Je hebt geen idee wat het recept is. Nee. Oké, jungle planks kan ik hakken. Ik heb steeds die butter, maar gold ore ga ik niet echt kunnen vinden, denk ik. Maar wel jungle planks, dat kunnen we toch vinden. Ja, ik hoop het. Maar heb je al... Zit allemaal gelokt, al deze bagels? Hey, huh? Hij wil de soep. Robin, we hebben een klant. Shit, Robin, waar? Een klant hier. Hij wil soep. Goeiedag, kan ik uw bestelling opnemen? Ik wil graag de soep, alsjeblieft. Welke soep? Misschien wordt het dan duidelijk wat voor recept het is. Ik ga gewoon de soep, alsjeblieft. Oh, mag ik hem? Ja, we gaan hem maken. Ondertussen nog wat... meneer, we gaan nog uit in de... Meneer, hallo, hallo. Maar waar zijn jungle planks? Hé, waarom is hier in één keer een schedel? Dat is toch niet normaal in een restaurant? Dat is decoratie. Dat, decoratie natuurlijk. Maar er staat hier dat elke 4 dagen moeten de paddenstoelen worden geharvest. En het is 4 dagen geleden, dus we moeten opschieten. Oh, maar en deze ik zat daar boven de paddenstoel. Die heb ik. Oh, en dan groeit er een boompie. Ah, kan je die eruit halen? Nee. Nee, dat is goed. Oké, maar alle paddenstoelen. Dus er is meer. Nee. Denk het niet, Dennis, dat het enige is. Want er staat hier dit is een van de... Als het goed is... Wat is dit voor iets? Dit is een fungus paddenstoel. Crimson fungus. Ja, heel goed. Die moeten we hebben. Ah, dit is 100% deel van het recept. Kijk, ik zie daar trouwens een ladder hieronder. Onder deze zit een ladder. Een ladder? Ja, hieronder. Het is dat we er net niet bij kunnen, zie je? Oh ja. Maar zijn we hier al klaar eigenlijk? Want hier zit ook iets van water. I don't know. Daar had ik die button gevonden. Want we moeten, denk ik, al die sinks die niet vol zitten, die moeten met water worden gevuld. Die moeten gevuld worden. Maar ja, hoe halen wij water, is de vraag. Soep. Oh, kun je dat sneeuw, kunnen we dat niet smelten? Dat we daar dingen aan kunnen zetten en dat het sneeuw smelt? Of zo? Oh, ja, weet ik veel. Toch? We hebben een bucket nodig. Hé, hier zit iets in. Een fungus harvester. Cambreaked warp fungus. Warp fungus. Dat is anders dan wat we nu hebben, want ik heb een crimson fungus. Wat is dit? Hé, de bel gaat. De bel gaat, heb ik gedaan. Wat een hoge tafels en stoelen. Jezus, inderdaad, wat voor reuzen we willen hier eten, joh. Zo'n reuzen, restaurant voor reuzen. Hé, een replant me. Dit is een boompje. En ik weet toevallig dat ik hier, kijk. Hier is een potje. Ja, een leeg potje dus. Oh, hoor je dat? Hier rechts volgens mij.
Of niet? Ja, volgens mij wel. Wacht, zal ik hem dus uithalen weer? Doe eens. Oh, dat kan niet. Dat kan niet. Oh, nee toch. Er is iets gebeurd. Hé, kan je dit trouwens niet weghalen? Hier. Kijk, dit. Nee, dat had ik ook al geprobeerd. Ah, maar waar? Een kist. Waar? Hier. Huh? Oh, dit is veranderd. Dit was net 100% nog niet. Ah, kijk, een glass bottle heb ik. Dus dan kunnen we... Ja, water kan je hier halen, ja. Ja. Eén. En dan even bijvullen. Oh. Hey. Oké, dat is één. Blijf doorgaan. Waar doe je dit goed, Robin? Nog eentje. You can do it, man. Ja, spuug maar vast. Oh, ja. Is weer niet opengegaan. Waar? Oh, ja, kijk, is die ladder waar ik het over had. Ah, huh? Wat is dit? Een of andere code? Pijltje omhoog, pijltje naar rechts. Zijn dit die toortjes waar jij het net over had? Ja, ik ga naar boven. Oh. Doei. Dag. Oké, nou, er waren toortjes inderdaad. Laat jij de klant even weten dat die soep eraan komt? Ja, komt eraan. Meneer, je soep komt eraan. Oh, dankjewel, meneer. Ik heb vier redstone toortjes. Hoeveel pijltjes zijn het? Vier. Oeh, wat is de eerste? Helemaal links. Bovenaan. Naar boven. Pijl naar boven. Gewoon rechtstreeks naar boven? Ja. Oké, de tweede? Naar rechts. Helemaal ja, strak naar rechts? Ja, en ook volgorde naar rechts, zou je zeggen. Want deze pijltjes die staan gewoon random. Maar we gaan wel verder. Staat... En de derde? Oeh. Even gapen hoor, jongens. Rechtsboven is de derde. Ja, en de laatste? Linksonder. Oh, ja, het werkte serieus. Er is iets gegroeid. Iets is gegroeid inderdaad. Misschien een paddenstoel weer of zo. Hé, hey, hier is een paddenstoel in de keuken nu. En wat voor paddenstoel? Die kan ik hakken met dat ding van mij. Ah, die, ik zag het. Ik zag het. Ja, sorry. Wat, ja. Dat is misschien een ingrediënt, weet je? Geef mij ja, dat is ook een ingrediënt. Dan kijk ik bij de ingrediënten, ja. We moeten nu nog een bottle of water. En dan hebben we hem al. En dan hebben we de soep. Echt? Ja, als het goed is, wel hier. Zo simpel. Oké. Ja, die moet je in deze synthesizer doen. Dus hier. Oh! Een mushroomsoep. Nou, wacht hier. Kom jij maar, breng jij het maar naar de klant, oké? Ah ja, ja. Oké, Robin, je kan het. Breng het maar naar de klant. Het gaat vast goed komen. Hoi. Ah, ik ben... je hebt hem vergiftigd. Robin, je hebt hem vergiftigd met je soep. Ja. Oh my god, wat zei die? Ah, eindelijk, dankjewel. Hé, ik heb een papiertje gevonden op de vloer hier. Is het van jou? Oh, wat heb je in de soep gestopt? Ik voel me niet zo goed. En Robin! Ja, ik denk dat er iets mis is gegaan. Robin. Ik heb ook een verkeerde barcode hier. Ik denk dat we hem vergiftigd hebben. Ja. Onze enige klant, legit de enige klant die we hadden, is dood. Nou, dat zal een slechte recensie worden. Nou, ik kan geen recensie meer achterlaten, dus. Oh ja. Yeah! Maar wat moeten we hier nou mee? Ja, dit is een map. Robin? Oh ja, een map. Met kleurtjes. Heb je ook allemaal kleurtjes? Ja. Oké, misschien dat we dat ergens voor moeten gebruiken, maar dat zal wel. Laten we even kijken, want ik heb nog steeds mijn axe waarmee ik jungle planks kan hakken. En ik heb een button die ik op een gold ore blokje kan plaatsen. Aha, ja. Ik vind het maar onduidelijk. Wat moeten we nou doen? Ah, sommige barrels zijn niet op slot, zie ik nu. Is dat zo? Dat is zo. Ja, sommige barrels kan ik wel in. Laten we gewoon even elke mogelijk checken. Nou, hier zit alles op slot, hoor. Ja, daar was hier eentje die niet op slot zat, maar het zal al sticker in. Je kan die painting draaien, hè? Misschien... Nee, dat die hebben we al. Ja, maar misschien dat andere posities ook nog wat doen. Huh? Snap je? Huh? Dit was hier net niet. Nee. Huh? Moeten we de goede kleurvolgorde doen of zo? Ik denk het. Dus, roze als eerst. Oké. Lijkt de lichtroze als eerst. Ja. Dan groen. Lichtgroen. Dan. Paars. Magenta. Magenta. Blauw. Donkergroen. Donkergroen. Oranje. Geel. Rood. Oh! Het werkte! Het was de correcte combinatie. Hey! Een ladder has appeared somewhere. Nou, we moeten een ladder zoeken. Want er is ergens een ladder ontstaan, jongens. Nou, waar zou dat toch zijn? Nou, waar zou die... Hier, Robin. Hier. Oh, we moeten daar wel heen. Maar ik denk dat het een parcours wordt ineens. Oh, dat is leuk, zeg. Dat vind ik leuk, dat we moeten parcouren. Over de lampen. Oh, oh. Ah, Robin! Nee, wacht op mij! Robin! Robin! Robin, ik kom eraan. Dat is goed. Ik kom eraan. Ah, ja? Oh, het is alleen de kist. Oh, maar deze. Hé, en de code! Yup. Aha! Ik weet niet waarom ik dat deed. Oké, laten we de code invoeren. En dat was... Oké, jij moet hem voorlezen. 8. 8. Incorrect input. 8. 6. 6. 7. 7. 5, 3. 5, 3. 0, 9. 3 deed het niet, wacht even hoor. 8, 6, 7. 8, 6, 7. 5, 3, 0. 5, 3, 0. 9. 9. Hij doet het niet. 8, 6, 7. 5, 3, 0, 9. Hoe heb jij hem wel goed gedaan? Jij bent gewoon slecht. Huh? En de chest. Hij is leeg.
Dat is fijn, zeg. Dat is heel fijn, mapmaker. Maar ik denk dat daar wat in hoort te zitten. Ik ook. Laten wij even uitzoeken wat erin hoort te zitten. A few moments later. Robin, jij hebt het opgelost, hè? Ik heb alles opgelost. Net als altijd. Wat zat erin? Een, Nee, trouwens, even tussendoor. Button. En. Button en. Button. Kom je nog? Oké, maar wat zat erin? Een kaart met daarop de foto voor met weer pijltjes. Dus waarschijnlijk denk ik weer die redstone toortjes. De toortjes, alright. Zeg jij maar de volgorde. Oké, we beginnen weer naar Ze zijn nog gereset. Ja, links. Naar onder. Gewoon strak naar onder. Naar rechtsboven. Rechtsboven. Linksboven. Linksboven. Linksonder. Linksonder. Het doet helemaal niks. Dus nou, dan is de laatste. Dan moet ik ze switchen. Dan is het linksonder, linksboven. Ja. Dus linksboven en deze linksonder. Oh, something opened. Is dat sowieso hier? Ja, eindelijk de volgende ruimte. Alright, waar zijn we nu beland? Dit is de... Wat is dit? De wachtruimte of zo? Ik denk het. En er zijn hier blokjes. Allemaal donkere terracotta is dit, zo te zien. En kijk, volgens Hier zijn jungle planks. Die kan ik hakken. Die kan ik hakken. Hey, en de gold ore zit erachter. Daar kan ik mijn button op plaatsen. Hoppakee. Look voor de code blocks in de magenta shulkerbox. Kijk, en die moeten natuurlijk op het plekje... Deze, hier. Hoppakee. Dan zijn ze denk ik nu over de hele map verspreid. Want kijk daar boven. Ja, oké. Laten we zoveel mogelijk zoeken. Hier zie ik ook pijltjes. Oh, hier beneden. Kijk, ze wijzen er ook naar. Ze zijn wel goed verstopt, dus je moet wel een beetje zoeken. Ik heb er ook eentje. Nice. Ik zit in de keuken. Light grey concrete, die zal ik ook wel plaatsen dan. Ik ga wel even de vriezer in. Ga je dan niet bibberen? Heb jij die daar bovenop al gehad, of moet ik die halen? Nee, die heb ik nog niet gehad. Oké, dan ga ik die wel halen. Kijken. Ja, brown concrete. Ik heb er ook er eentje. Brown kan. Hier, dan hebben we er nog maar vier nodig. Jij hebt er al één, hè? Ik heb er twee. Een witte en een zwarte. Dan hebben we er nog twee nodig. Heb jij in de keuken overal gekeken? Ja. Je beneden heb jij gezien. De hele dinges heb jij gepakt. De hele coolcel. Overal. Ik heb er nog één. Ik zat in het restaurant weer zelf. Dan hebben we er nog eentje nodig. Maar waar is de laatste? En ik denk, aangezien die pijl... Oh, wacht, kijk. Nee, niet hier. Die had ik. De pijl wijst hierheen. Wat zou die dan... Wacht, ik ga even volgen. Is dat niet van het parcours? Oh, misschien zit hij wel weer bij dat parcours daar. Het is gereset. Ik denk het ook. Ik ga die kant wel even op. Want de hele dinges was gereset weer. Ja, ik zie hem liggen. Daar. Daar is de laatste. Kijk eens even aan. Wij zijn slimme jongens. Reageer even onder deze video. Jemig jongens, wat zijn jullie slimme jongens. En jongens, jullie zijn cool jongens. Oké, de light blue. Look voor de password. Oh, maar deze, waar halen we dat nou weer vandaan? Waar halen we dit nou weer vandaan? Look voor de password. Ja, maar wat is de password? Hey, er is hier een nieuwe... Oh, ik heb de password. Althans, ik heb iets en ik denk dat het een password is. Dan ga ik. Het is... hoeveel blokken zijn het in totaal? Zeven. En dit is een password van 7 cijfers. 6-1-5-2-3-7-4. Maar ja, wat hebben we eraan? 6. Oh, 1, natuurlijk! 5. Oh, 6-1-5-2-3-7-4. Hoppakee. Ja, correct combination. En dan? Is dit het einde, Robin? Is dit het einde al? Zijn we? We zijn ontsnapt! Hey! Oh, maar deze kan echt gewoon alles zien vanaf hier. Ja, ontsnapt! Joepie! Jongens, Robin en ik waren erg moe tijdens deze opname. Maar we zijn alsnog ontsnapt. Maar even goed, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als je wil dat we vaker uit kamers gaan ontsnappen, like dan even een video. We gaan voor 3000 likes. 3000 en 6 reacties. En 6 reacties. En dan voor nu, dank jullie wel voor het kijken. Spreek je later, glaasje water op tot 4. Kijk ook zeker even deze video. Want wauw! Oh mijn god! Wat een mooie video. Ja, heel mooi. Spreek je later, glaasje water tot 4. Flash beam.